Het idee kwam van Dimitri Jakovski uit Wit-Rusland en zijn Nederlandse vrouw Deborah. Waarom maken we niet een strip van Averkamp, de stomme van Kampen? En zo geschiedde. Deze middag in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum van Kampen werd het eerste exemplaar, het graphic novel van Hendrik Averkamp, geschonken aan burgemeester Bart Koelewijn. Het plaatje was verkleind, maar in ieder geval, als je het ziet, het boek straks, het is nog even heel geheimzinnig, maar dan zal het niet opvallen, het is een mooi geheel geworden. En ja, we zijn er, om maar heel eerlijk te zeggen, best een beetje trots op. Dit is een portretje, daarvan wordt aangenomen dat hij het is, dat het een zelfportret is wat hij gemaakt heeft op een van zijn doelen. Maar helemaal zeker weten we het niet. Je ziet wel, dit is dan meteen een heel ander portret wat Dimitri van hem gemaakt, een interpretatie. Dit is Averkamp in zijn jonge jaren. Een knappe jonge fan. Het is toch wel heel wat anders eigenlijk. Dat spreekt wel meer tot de verbeelding. Dimitri heeft ook een ander portret gemaakt van Averkamp op latere leeftijd. Wat meer geproduceerde neus en alles nog wat andere haardracht. Ook nog steeds een figuur waar het eventueel op kijkt. Hij is geboren in 1585 en inderdaad doofstom. Er is wel eens gesuggereerd, misschien kon hij alleen niet praten, maar wel horen. Maar uiteindelijk zijn toch heel veel wetenschappers wel over eens dat hij inderdaad vooral niet kon horen en daardoor ook niet kon spreken. Want zo is het natuurlijk in de praktijk. En daar waar natuurlijk nu voor mensen met een beperking allerlei mogelijkheden zijn om volop mee te kunnen functioneren in de maatschappij, hoewel ik vanmorgen op de radio hoorde dat heel veel mensen met een beperking dat eigenlijk afneemt of nog niet optimaal is. Maar goed, dat is altijd nog vele malen beter dan inderdaad in bijvoorbeeld de 16e of de 17e eeuw. Nu had Hendrik het geluk toen hij in 1585 in Amsterdam ter wereld kwam, een zoon te zijn van Barend Averkamp, zijn vader, die op dat moment nog net kort een leraar was aan de Latijnse school in Amsterdam. En zijn moeder, Beatrix Peters, die toch ook wel uit welgestelde kringen kwam. Kort daarna moest zijn vader uiteindelijk het onderwijs verlaten hebben en kwam in dienst als stadsapotheker van Amsterdam. Maar alweer een jaar later werd hij stadsapotheker in Kampen. En ging het relatief jonge gezin waarschijnlijk per boot de Zuiderzee oversteken om zich hier te vestigen in Kampen. Maar ja, ook hier was Hendrik Averkamp natuurlijk doofstom. En zoals gezegd, vaak leefde hij dan toch een beetje aan de rand van de maatschappij. Maar hij had inderdaad goede ouders. Zijn vader, stadsapotheker, en de moeder, die waarschijnlijk zeer te doen had met haar zoon en ook de talenten van haar zoon erkende. Ik ga nu toch iets zeggen op de laatste bladzijde van mijn boek. En van als je werkelijk iets wilt bereiken, dan kun je het hoeveel moeite het ook kost. Zie je maar eens. Mag ik het voorlezen? Eens, ja. En ik geef u met deze ook het allereerste exemplaar van mijn boek. Zo uit de boek. Het is ook echt wel voor het eerst dat ik dit zie. Dus dat ik de eer heb om in een biografie over Hendrik Averkamp getekend en genoemd te worden. Daar heb ik natuurlijk nooit van kunnen dromen. En het is ook niet in mijn jeugd op deze wijze bijgebracht, moet ik zeggen. Dus die rijkdom had ik toen niet. Maar vandaag dan wel. Ja. Dimitri Jakovski. Nou, ik mag wel zeggen een echte kunstenaar. Er was de presentatie van de graphic novel Het leven van Hendrik Averkamp. Wat een geweldig boek heb je gemaakt. Dank u wel. Dank u wel. Mag ik vragen hoe lang je ermee bezig geweest bent? Denk ik meer dan half jaar was ik bezig met dit boek. Maar het was ook een soort van research dat Paul heb gemaakt en mijn vrouw ook. Dus dat was ietsje meer tijd dat we nodig hebben voor dit boek. Want ik begrijp wel van
Wat was de inspiratie dat je zei van nu moet het havenkamp zijn? Mevrouw heeft gezegd dat zal wij nu de boek van Hendrik Havenkamp doen. Dus hij is heel bekend in kampen en ik denk dat dat was een heel goed idee. En toen kwam Paul Reichenbach en ik heb hem verteld dit idee en hij vindt het ook leuk en dan kwam die boek uit. We vragen gewoon of je vrouw er even bij komt. Dus met andere woorden, heb ik dan te maken met een kunstenaars echtpaar? Nou goed, ik ben niet handig met kwast en verf, maar ideeën, dat lukt nog wel. Nu is Havenkamp is dus klaar, het boek. We gaan natuurlijk verwachten dat het een hele mooie afname dat er komt. Maar heb je alweer wat nieuws op stapel staan? Wij willen ook de Engelse versie van dit boek maken met Paul Reichenbach. Dat is wel bijzonder, want als dit boek wat echt over een kamper kunstenaar gaat, als dat ook in het Engels vertaald wordt, dan gaan we ervan uit dat het natuurlijk een hele mooie oplage krijgt. Ja, dat denk ik ook. Er zijn veel mensen buiten Nederland natuurlijk die ook die interesse hebben, dus daar wordt dat boek voor dan. Ja. Heb je zelf een atelier aan huis of waar schilder je? Ja, ik werk huis. Een huis. Een huis. Sorry voor. Mijn Nederlands is heel slecht. Maar nou, ik vind toch, ik denk van. Ik had verwacht dat het Engels zou worden. Maar ik vind het heel knap dat je het toch in het Nederlands doet. En het is ook goed dat onze kijkers natuurlijk ook een beetje weten van wie je bent. Waar je vandaan komt. En wat voor prachtig boek je hebt gemaakt. Wij gaan er in ieder geval heel erg van genieten. En we wensen jou heel veel succes. Eigenlijk jullie allebei, want jullie zijn allebei inspiratie voor mooie dingen. Dank je wel. Dank je wel.